Een 33-jarige Rotterdammer is donderdag opgepakt en in de cel gezet, omdat hij een medewerker van de Nijmeegse politie en diens gezin met de dood heeft bedreigd. De man deed dat per telefoon, aldus de politie vrijdag. De Rotterdammer is allengs veroordeeld voor het bedreigen van de politiemedewerker en het gezin. Desondanks belde hij de laatste tijd opnieuw en uitte weer ernstig bedreigende taal. Over zijn motief wil de politie niets zeggen.